En ik vind het nog belangrijker dat ze dus de energieprijzen is naar beneden gegooid. Dat vind ik triest, wat daar gebeurt. Kijk, mensen die weinig hebben, die hebben geen auto. Nee. Dat zou heel eerlijk zijn. Maar ze moeten wel een dure energieprijzen betalen. Dat is zo. En dat vind ik nog veel erger. En de dure boodschappen. Dat vind ik nog veel erger. Als ik in de buurt zou wonen, zou ik het ook doen. Maar ik ben helaas, ik ben hier op vakantie. En ja, dan loont dat niet. Nee, dan loont het niet. Nee. Maar waar u woont, is dat ook dicht bij de grens? Nee, ik kom uit het westen van het land. Bij Alphen aan den Rijn. Oké. Richting kust. Ja, het is natuurlijk wel een stuk voordeliger om daar te gaan tanken. Alleen om die moeite te nemen om in de auto te stappen en weer naar Duitsland te gaan alleen maar om te tanken. En dan sta je vervolgens daar in de rij. Maar dat duurt ontzettend lang, want half Nederland en heel Duitsland staat daar natuurlijk. Dus dat kost allemaal tijd. Dan denk ik, nou ja, hè, voor dat wat een beetje scheelt in een portemonnee, dat denk ik wel gewoon in Almelo. Als mijn boodschappen richting Duitsland, dan ga ik sowieso in Duitsland tanken. Speciaal van hier naar Duitsland, ja, dat niet nodig, omdat haal je die kosten niet uit. Juist. Beter in Nederland weer. Dan blijft hij wel in Nederland, maar het is wel een heel groot verschil, heb ik begrepen. Een groot verschil, dat het wel heel veel minder is dan in Nederland. Ik namelijk niet, want ik kom namelijk uit het zuiden van het land. Als ik hier zou wonen, zou ik het zeker doen. Ja. Dan zou u het zeker doen, maar als u dan uit het zuiden komt. Maar wat maakt dat u zo naar hier toe gekomen bent? Ja, ik ben hier met vakantie. En bevalt het? Het bevalt prima. Nee, ik heb helemaal geen auto. Oh, dus je hebt op het moment geen auto? Ja, dan speelt dat niet. Ik doe alles op de fiets, dus... Heel verstandig. Ik vind het prima. Nee, denk ik niet. Vind het niet nodig? Nou, ik rijd niet zoveel. Voordat ik er ben heb ik al 30 kilometer op de teller, zo ongeveer. Dus ik neem veel de fiets. En dat is het meest energiezuinige, denk ik. Nou, nee, want ik gebruik de wagen heel weinig. Als ik kan lopen, ga ik lopen. Maar ik vind het raar, want als je nou, er staat er één voor de camera te praten daar in Den Haag. En die zegt, ja, wij zijn gebonden aan Europese wetten. En daarom moet onze benzine zo hoog zijn. Duitsland gaat naar beneden, België gaat naar beneden. Wat hebben we dan aan zo'n Europa? Wat is dat nou voor een smoes? Dat is een hele goede vraag. Ja, daar kom je toch niet mee weg? Nee. Dat loopt toch de spuigaten uit? Ik heb geen auto, dus ik kom uit Utrecht, ik kom uit openbaar vervoer. Dan heb je daar niet mee te maken? Nee, nooit mee te maken. En ken je veel vrienden en vriendinnen die wel nu naar Duitsland gaan tanken? Nou, ik zag toevallig een appje voorbij komen in de groepsapp van het werk. Met het verzoek om met de leaseauto's wel over de grens te gaan. Dus ja, maar nee, vrienden en vriendinnen bij mij uit de regio, die nee, dan is het, wordt al snel niet meer, lonend. Ik tank niet langs de snelweg in Nederland, maar dat vind ik wel ontzettend duur. Maar gewoon hier zo langs de dichtstbijzijnde benzinepomp, dat tank ik wel. Dus ik ga niet speciaal voor naar Duitsland. Een groot verschil dat het wel heel veel minder is dan in Nederland. En al die kosten, als je goed berekent, heen en weer, tijd en kilometers wat je maakt. Als de zeil hetzelfde is, dan blijf ik in Nederland weer. Ga ik niet naar Duitsland. En wat vindt u van al die stijgingen, van al die prijzen? Ja, ik vind het doen ze in Den Haag toch niet goed allemaal. We krijgen wat bij ons aan, maar het gaat er dubbel weer uit. Ik heb het goed horen, klaag niet. Maar het kan wel anders. Nee, want ik woon in een appartement en ik heb woningen boven mij en naast mij zitten. En ik heb de voorkant op de zon. Dus ik heb heel vaak de verwarming niet aanstaan. Maar misschien... En je kunt dus merken dat in ons kabinet zitten geen mensen uit het bedrijf. Maar het zijn bijna allemaal ambtenaren, onderwijzers of noem maar op. En dat zijn beste mensen, maar die hebben van zaken doen totaal geen verstand. Laten we eerlijk zijn, ik ben het niet eens met Rutte. Maar het is wel een hondenbaan. Het is een hondenbaan. Ik zal me 10 maal bedenken en dan liep ik nog hard weg. Dank u wel. Maar het is geen opvolger. En de mensen zijn hier ook vriendelijker als bij ons. Want bij ons is allemaal gejaagd. En u hoeft geen benzine te tanken. En ik hoef geen benzine te tanken. Ik had hier naartoe en terug.